Welkom bij Topzeilen TV en we staan in Scheveningen, vlak voor de persconferentie van het Nederlandse Watersportverbond. Ze gaan een nieuw team bekendmaken, een nieuw zeilteam in de 74-klasse. En wel Lopke Berghout en Lisa Westerhof. Beide varen al jaren tegen elkaar. Vanaf hun tiende zitten ze in de Optimist. Westerhof werd al eens wereldkampioen en in diezelfde Optimist werd Berghout Europees kampioen. Dus aan elkaar gewaagd zijn ze zeker. Nu stappen ze samen in één boot met als einddoel Londen 2012, de Olympische Spelen in Engeland. Gaan kijken wat ze te vertellen hebben. Marceline en ik hebben in november 2008 een punt achter onze carrière samengezet. Een heel mooie campagne van 4 jaar lang met hele grote successen. Maar we waren er allebei van overtuigd dat dit het hoogtepunt was en we niet meer samen nog een nieuwe campagne op wilden zetten. We waren toe aan vernieuwing. Lisa, ben je bang dat je steeds vergeleken zal worden met Marceline? Dat zal misschien best wel gebeuren. Eigenlijk wel grappig dat je dat zegt. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Okay. Ik zie het echt als een heel nieuw team, nieuw project. Dat is het natuurlijk ook. Misschien gaat het wel gebeuren, maar nee, daar ben ik nog niet bang voor. We staan vlak na een persconferentie waar bekend werd gemaakt dat twee dames in een boot gaan zitten. Lopke Berghout en Lisa Westerhof, vertel eens, hoe is dat bij elkaar? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen, Lopke? Nadat ik met Marceline gestopt was, Marceline de Koning, zat ik met de vraag, wat nu? Eén optie was om verder te gaan in de 74, maar dan wilde ik dat wel met één persoon en dat was Lisa. Dus die heb ik opgebeld in december, we zijn dus rond de tafel gaan zitten. Nu staan we hier. De plannen zijn rond. We hebben een programma staan. Alle randvoorwaarden zijn volbracht. Dus we kunnen los. Verwacht je dat telefoontje? Anders had ik misschien zelf al gedaan. het was op zich een voor de hand liggende keuze. Een teamsamenstelling. Ik denk dat als je Lopke en ik in elkaar in een boot zet, dat toch wel een ideale combinatie is, als je alle zeiltalent bekijkt in Nederland. Voor mij was het eigenlijk het cirkeltje rond, want het is voor mij een unieke kans om met de beste 74 zeilster ter wereld een campagne te beginnen. En jullie ambitie is dan, ik neem aan 2012 staat in het vizier? Ja, dat is natuurlijk, we gaan voor de aankomende 4 jaar een campagne voeren. We willen eerst gewoon weer wedstrijden leren winnen of aansluiting krijgen bij de top dit jaar. Dan hopen we er in 2012 te staan om daar een mooi resultaat neer te zetten. Nou, wij blijven het op de voet volgen. Succes! Dankjewel. To us.